De Bondsbelangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, heeft vandaag de aandacht gevraagd van president Desi Bouterse voor enkele problemen waarmee zij zit. De BBGO heeft op het kabinet van de president een motie overhandigd aan de directeur Eugène van der San. De motie is vanmorgen opgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de BBGO. Een van de grootste problemen die de bond ervaart is een slechte communicatie met de regering. Daarnaast wordt al ruim 2 jaren gewacht op een verhoging van de pensioenen. BBGO-voorzitter Renate Wouden las de motie voor. Overwegende 1. Dat na jarenlange intensieve strijd van de bond door de overheid wettelijk erkend is dat de gepensioneerden uit overheidsdienst recht hebben op een levensstandaard gelijkwaardig aan die van voor hun pensionering. Dat ondanks de zogeheten welvaartsvaste pensionering door ernstige ontwaarding van de Surinaamse munt en het niet tijdig aanpassen van de pensioenen bij het merendeel van bedoelde personen, problemen zijn ontstaan, vooral in de sfeer van huisvesting, medische en voedselvoorziening. Dat de discussie die gevoerd worden over het al dan niet aanpassen van de pensioenen in verband met de verhoging van de lonen van actief dienende ambtenaren niet als reëel moet worden beschouwd, omdat deze niet in overeenstemming zijn met de bedoeling van de wet welvaartsvaste pensioenen. Dat wij die jarenlang onze krachten via... Mevrouw Wouden, voorzitter, ik wil hier onderbreken. De inhoud van de petitie is duidelijk en is mij ook bekend. Kabinetsdirecteur Van der San beloofde dat de problemen binnen 1 maand zullen worden opgelost. En ik kan u zeggen, ik maak me sterk voor dat dit binnen 1 maand wordt uitgevoerd. Als het niet wordt uitgevoerd, hoeft u mij als directeur van het kabinet niet meer te zien, want dat bedank ik. Ik zeg dit is toch erg genoeg. Ik zeg u, binnen 1 maand moet worden uitgevoerd. Ik dank u. U verder uw tijd niet te verliezen, ik zal erachter nagaan. Want het is een wettelijke regeling, het moet uitgevoerd worden. Yeah. Oké, bedankt. Ja, is goed. Directeur Eugène van der San van het kabinet van de president vandaag bij de aanbieding van een motie door de BBGO. De aanbieding vond plaats op het kabinet van de president.